Het was heel kort om allemaal het een en ander te regelen. Lukte niet helemaal, maar ze staan hier wel met al hun kennis en ervaring. Lubo Systems, een hele goede middag. Ja, klopt, dankjewel. Ik denk dat wij jongste lid zijn van de branchevereniging. Vorige week lid geworden. En direct maar gebruik gemaakt van deze dag om hier ook aanwezig te zijn met de stand. Nou, leuk Sikko, als ik je zo even mag noemen, dat je hier bent. Het was de bedoeling dat jullie met een aantal van jullie producten hier zouden zijn. Dat is ook niet echt nodig. Je hebt de collega's hier al staan en jij gaat vertellen wat nou zo specifiek is aan jullie marktaandeel wat betreft de mobiele recyclingmachines. Zoals sloophamers, sorteergrijpers, vernevelingskanonnen. Is niet zo, hè? Vertel. Nee, dat klopt. Sloophamers, et cetera, dat is een vak apart, daar bemoeien we ons niet mee. Lubo is groot geworden in afvalscheiding. In zeg maar zware afval, bouwen sloopafval, grond, puin. Dat doen we stationair en mobiel. Hier hadden we vandaag kunnen staan met een mobiele zeefmachine. Echter, deze zat in de verhuur en was niet beschikbaar. Lubo hanteerde het sterrenzeeftechniek. Als ik dan even denk aan het puinbreek gebeuren. Daar wordt de techniek niet veel in toegepast. Wij komen pas in beeld als het Als de grote sloop achter de rug is, komen jullie, of dient zo? Ja, precies. Hè. Als de sloop gedaan is en de grond moet weer schoon opgeleverd worden, dan komt Lubo vaak in beeld en wordt de toplaag afgegraven en uitgezeefd. Bij wijze van spreken hebben jullie een bijdrage in de schoongrondverklaring op een project. Zo zou je kunnen zeggen. Ja, klopt. Ja. Daar leveren jullie dus de machines voor om die grond nog even na te kijken voordat uiteindelijk het verder kan met bijvoorbeeld de woningbouw zoals het op dit project hier plaatsvindt. Ja, precies. Met ons mobiele systeem is daar ideaal geschikt voor. Ja. Dat marktaandeel hebben jullie. Ik neem aan dat daar ook speciale zeeftechnieken in zitten. Wat voor zeven komen we tegen bij jullie? Wat ik al aangaf, Lubo is de grondlegger van de sterrenzeeftechniek. En daar zijn we in de jaren 50 al mee begonnen. Veel afgeleide systemen, ja, om het maar zo te zeggen, zijn kopieën van Lubo-systemen. De sterrenzeven zijn in diverse maten beschikbaar afhankelijk van welke fractie je wilt zeven. Nou, daarnaast kun je met frequentieregelaars de fractie exact instellen wat je wilt afzeven. Maar de hart van onze oplossing, dat zijn wel sterrenzeven. Heel gedetailleerd regelbaar, om het even zo te zeggen. Maar ook de transportbanden die erbij horen en dergelijke, ook in jullie bedrijf? Ja, we hebben eigen productie, dus van de sterrenzeven, maar ook de transportbanden. Transportbanden zwaar uitgevoerd, zeer geschikt om zware materialen te transporteren. Worden allemaal op locatie in Emmen gebouwd, dus eigen productie, ook eigen ontwikkeling daarin. En daarnaast ook een stuk luchttechniek die we toepassen om nog eventueel windshiften of met een zeef onder onderdruk te gaan werken om stofemissie te voorkomen. Windschifting gebruiken jullie om nog meer andere om materialen te scheiden, want zo is dat ook. Vandaar dan ook Lubo screening en recycling systemen, daar hebben we het compleet. Ja, klopt helemaal, zegt u helemaal goed. Je hebt het al helemaal aangegeven hoe het in elkaar steekt. Sikko, ik hoop dat jullie er wat aan hebben om vandaag dus ook hier aanwezig te zijn. En dat jullie bij de andere klanten ook onder de aandacht komen. Ik wens je heel veel succes. Dit bedrijf, waar komt het trouwens vandaan? Oorspronkelijk komen we uit Tweede Exlodermond. Luc Boers is ooit begonnen in de jaren 50. Noordoost-Groningen? Tweede Exlodermond, ik denk dat het net Drenthe is. Het is op de grens. Klopt, precies. Ja. Oké, even leuk om even te vermelden voor de mensen die het wilden weten. Lubo screening en recycling, succes in deze markt. Bedankt. Dank u wel. Ik heb inmiddels al 9 bedrijven gehad met steeds weer hele mooie noviteiten. Prachtig.